Zondagmorgen verliet de Market Garde-kolon in alle vroegte het basecamp in Eerde om koers te zetten naar Nijmegen. Stonden er bij de intocht nog tienduizenden mensen langs de kant, vandaag was dat aantal beduidend minder. Een impressie van de uittocht. Nou, de kolonne komt eraan. U zat al lang te wachten. Nou, zo heel lang nog niet, maar we zaten erop te wachten, ja. Zit er nog familie van u bij? Mijn dochter die rijdt met een Dodge mee en mijn schoonzoon met een GMC. En mijn kleinkinderen zitten in de Dodge. Ja, het is nu uitzwaaien. Ja, dat gaan we doen, ja. Kijk, daar komen ze aan. Had u de intocht ook gezien hier? Ja, toen zaten wij erin. In de Dodge. Hoe was dat? Heel mooi, één feest. Ja, het was echt mooi. Het was een mooie dag, ja. Het is jammer dat u er vandaag niet bij bent dan. Nee, maar ons kans hebben we gehad, dus dat was goed zo. Ik wil even kijken of mijn dochter voorbij ziet komen, want die schijnt ook mee te rijden vandaag. Ja, en ze rijdt in een groene auto. Waarschijnlijk wel, ja. Is ze heel de week zo op het basecamp geweest? Ja, ze is de hele week daar geweest. Ze heeft de coördinatie voor de rondleidingen voor de scholen daar geregeld helemaal. En u bent er zelf ook geweest dan, denk ik? Zelf ben ik er uiteraard ook weer eens kijken, ja. Even kijken wat ze allemaal aan het doen is daar, ja. Wat waren ze allemaal aan het doen? Nou, met de rondleidingen aan het kijken, hè. Rondleidingen geven, ja. Was er druk ook bij het basecamp? Toen ik er was, viel het nogal mee. Maar het schijnt de hele week goed druk geweest te zijn, ja, wat ik gehoord heb. U vindt het wel mooi zo stoet? Zeker mooi, indrukwekkend. Al die hobbyisten. Ik heb een man gesproken die dus ook zijn eigen voertuig heeft. Wat die mensen er allemaal voor moeten doen om die voertuigen rijdend te houden. Daar gaat enorm veel tijd in zitten. En dat moet je echt met veel passie doen, anders dan gaat je dat niet lukken. Leuk om te zien. Zeker, heel indrukwekkend, ja. U staat zo een beetje te fotograferen. Ja, dat moet uw hobby zijn. Ja, dat is het hobby. Ik zit namelijk ook bij de fotoclub van Zoom in Veghel. Bij het WNU-gebouw. En nou ja, deze foto's die komen er natuurlijk ook te hangen. En het is een hobby, maar die hobby die gaat steeds verder. Hè? Ja, ik neem aan dat u dan ook op het basecamp bent geweest. Oh, uiteraard. Schitterend mooi hoor. Ja. Heel mooi. He, en alles van vroeger, ja, we hebben natuurlijk de oorlog niet meegemaakt, maar ik wil zeggen, het is, ik heb gisteren dat stukje op tv gezien, geweldig van die duo sprong met die man van 98 jaar, dat hij zo uit het vliegtuig sprong, geweldig. De kolonne werd zondag om 4 uur in Nijmegen verwacht.